we zijn vanmorgen in La Gostera zijn we weggereden. We zagen het daar eigenlijk niet zo best zitten, want we werden alleen maar zieker en zieker en het was zo godvergeten heet daar zo. Het ging er echt richting de 35 graden. Dan zijn we richting camping Miramar gereden. Hebben we nu de boel opgebouwd. We waren hier verleden jaar ook. Kijk, en dan staan we zo aan het strand. Heleboel kinderen. Ja, het is weekend. En de kinderen hebben vakantie. Leuk en gezellig toch? Kijk, tweede camper is van ons. Zo dicht bij het strand staan we. Het is dag 6. We blijven hier nog een dag of 4 staan. Vanavond gaan we een hele lange strandwandeling maken. Het is een echte Spaanse camping dit, hè Lies? Is het niet zo gek dat er hier veel Spanjaarden zitten? Duitsers zitten er ook heel veel. Maar de seizoenplekken die zijn echt voor de Spanjaarden. En zo ongelooflijk veel kinderen. Gezellig hoor, echt heel gezellig. De een en de ander die komt even een praatje maken over de honden die in de ren zitten. Leuk. Leuk. Nou, we blijven hier, dat heb ik net ook al gezegd, we blijven hier 4 dagen. Het is zo ongelooflijk heet voor die beesten om naar andere plekken te gaan. En hier heb je tenminste nog een beetje schaduw. En je hebt de zee, dus we kunnen lekker met die beesten lekker zo hier achter zo het strand op. En dan zijn we gewoon aan het water. Nou, het is nu 8:30. En we maken onze eerste strandwandeling. Bram is helemaal debiel. Want die denkt dat ik een bal heb. Maar dat is mijn GoPro waar ik mee start te filmen. Dan gooien we een reactie ook maar los. Dan kan hij er lekker achteraan rennen. Even lekker over het strand heen vandaag. Hè? Even lekker uitwaaien. Letterlijk uitwaaien. Kijk, de zon is onder ondergaan. Over een half uurtje is het donker, denk ik. En dan staan we hier ook op het strand. Het is toch wel even lekker, hè, zo uitwaaien. Echt wel, doe je wel een beetje goed zo, hè? Ja, een beetje een... Ja, frisse neus. De hele tijd al een beetje met onze met zijn sompig hoofd rondgelopen vanwege de hooikoorts. Maar vanaf vandaag moet het beter gaan, want aan het strand heb je geen hooikoorts. Zeggen ze. Ja, inderdaad. Nou, zwaaien naar je jongens. Dan sluiten we de vlog af. Doei, tot de volgende keer. Tot morgen mannen, doeg. Dat is de ochtend van dag 7. Het is toch heerlijk wakker worden zo. Zonsopgang, iedereen die is lekker met wandelen met zijn hondjes. Belooft om een mooie dag te worden. Wij gaan ontbijten. Morgen op de fiets naar de markt toe gaan. Ja. Kijk, we hebben ze een markt en hebben hier allemaal auto's. Oh, ik ga niet voor de doorlopen.
leuk. We zijn verleden jaar ook al geweest hoor, maar blijft leuk. Het is best wel lastig hoor, maar als je een reutje of twee reutjes hebt, om tussen de kramen van de Loekie Loekies door te lopen. Ze dus zeiken zo de hele kleren zo onder. Kijk, hier zo. Fruitmarkt. Nou, daar kennen we onze lol op. Alice, ja? Je kan je lol op. Lekker, oh, allemaal lekker veel fruit. Zo en het smaakt gewoon zo lekker. Zit er met je smaak aan. Zijn er nog kersen? Ja, het is zeker rustig. Ik denk dat het te maken heeft met de tijd van de dag. Hey. Ja. Ja. Dat is een filmster. Nou hè, helemaal. Bloes, los, bloes, los. Nou. Liever niet, schat. Eén keer rooien wat Alice gekocht heeft. Oh. Een tas. Een tas om tassen in te doen. En wat doet ze erin? Nog meer tassen. Goed, hè? Ik ben blij dat ze geen zak koopt. Die heb ik al. Wat zeg je nou? Die heb ik al. Ja, maar je doet er weer helemaal niks mee. Je moet de natuurlijke bronnen moet je gewoon gebruiken, schat. Je moet roeien met de hulpmiddelen die je hebt. En niet op, hey, en niet in elke zak past de knoop. Oh jee. Oma die is lekker de aankopen aan het kijken. Ja, voor de kleindochter. Hou dat andere shirtjes omhoog. Via het, ook leuk. Achterkantje. De binnenkant? De binnenkant is wit. Oh. Voor onze kleine tuttenbol. Ja, leuke leggingjes eronder. Helemaal happy. Ja, helemaal happy. Ik heb nog een verrassing voor je. Wat dan? Daar hangt bij Bram in zijn staart. Laat er nou weer in zijn staart. Ja, aan de achterkant. Zou het niet meer aan de pakken, jongens? Nee, dat was een doppie. Oh, een doppie. Ik dacht dat er een keutel aan zijn staart. Oh mijn god, dat heb ik. Oh, we hebben nog meer gekocht. Oh, we hebben nog meer gekocht. Als het echt mooi weer wordt in Nederland. Voor als het mooi weer wordt. Leuk! Met een kort broekje. Sweetie! Korte broek, jeetje, mijn kreetje. Voor de witte benen. Nou, laat oma me schuiven. Ja toch? Ik heb maar één kleindochter. Dus één kleindochter. Lekker fysieken tot op de graad. Ja. En net als over het erg vindt het, hè? Ik kan niet. Nou, gooien. Op het fietspad, terug naar de camper. Van de markt af, helemaal bepakt en bezakt. Gaan we terug. Nou, we stoppen even omdat Alice een foto wil maken. Ik denk, mooie gelegenheid om even die kustlijn te filmen hier zo. Het waait heel erg. Misschien dat het een idee is om morgen of overmorgen, 's morgens vroeg een keertje te gaan met de drone vliegen. Want 's morgens en 's avonds is het bijna windstil. Een keertje zo vliegen langs de kust zo. Een supermooi fietspad hoor. Ja, ik heb verleden jaar ook al verteld. Echt heel mooi fietspad. En we zijn weer terug bij de camping. Ah, de letters kan je net niet zien, denk ik. Allemaal zo donker.
Dit is echt een hoogje. Dit. Nou hoop ik niet dat ze in één keer die paal naar beneden doen. Dan fietsen we zo de camping op. Langs de wc's. Langs het winkeltje waar ik zo meteen weer heen moet om brood te halen. En dan ben je de camping altijd bijna af. Kijk, ga ik hier naar rechts. Dan fiets je hier langs de caravans en de campers heen, die langs het strand staan. En in de verte zie je de rapide wel staan. Kijk, daar staat die. En we zijn weer thuis. Het is vandaag maandag. We zijn vanmorgen op de fiets zijn we naar Cambriels gefietst. 12 kilometer. Langs een drukke weg. En toen komen we langs een park. Ik dacht tegen Elise, ik zeg hier kan je met je honden, mag je gewoon naar binnen toe. Dus dan zijn we gewoon het park ingelopen. En dan zijn we lekker een stukje aan het wandelen. En ik denk bij mezelf, nou, leuk. Zo langs de boulevard. Lekker koel hier zo bij dat watervalletje. Leuk hoor. Lopen we door de winkelstraat van Cambriels heen. Vind ik een viswinkel. Heb ik een krabbenval gekocht. Leuk. Dus voor thuis. Thuis kunnen we lekker Amerikaanse zoetwaterkreeften vangen. En daar ga ik dan mee kweken. Alice die weet het nog niet, die denkt, oh leuk, hij heeft een krabbenvalletje gekocht. Maar ze weet nog niet dat ik ermee ga kweken. He? Ga krabben kweken of kreeften kweken thuis. Ja, kijk, ze lacht nou wel, maar ze hoorden me waarschijnlijk niet helemaal goed. Nee hoor, is leuk. Kijken of ik wat kan vangen van de week, als ik aan het strand ben. Alice die is naar binnen toe om een kaart te gaan halen van Bari Antiek. Oftewel de oude binnenstad. Ik heb hier allemaal poorten, straatjes, authentiek Spaans is dat. En dat ga ik bekijken zometeen. Op de fiets. Heel benieuwd. Ik heb er zin aan. En daarna gaan we lekker een authentiek Spaans gerecht eten. Twee gebakken eieren met vlees en patat. Heerlijk. Is het gelukt, schat? Nee, het duurt me te lang. Het duurt me te lang. Ik ben dan wel Spaans, maar ik kan niet tegen dat geleuter. Ja, dat weet ik, dat jij niet tegen geleuter kan. Fotootjes, even een fotootje maken. Lekker billig, lekker goedkoop. Nou, het hoeft niet billig te zijn, het is gewoon veel makkelijker. De oude hoer van zo'n stomme Engels verdrukt. Die vragen of je kan fietsen hier, dan denk ik mezelf, joh. Denk na, sufke. Suip niet zoveel en gebruik je hersens. Kom, we kunnen verder, schat. We gaan lekker fietsen. Nou, we zijn aangekomen in het oude Cambriels. Allemaal oude huizen. En een hoop oude mensen. Kijk, we hebben de poort kunnen vinden. En een stukje muur.
geloof nooit dat dit de oude toegangspoort is hoor, maar het is een poort in de muur. Ik wil eerst zeggen een gat in de muur, maar het is een poort in de muur. Wat een leuk veldje hier zo.